Ja, Simon, we waren hier voor de persconferentie van Oranje met Frank de Boer en Jorginho Wijnaldum. Dan denk je, het gaat over de WK-kwalificatiewedstrijd. Daar ging het ook wel over, maar het werd uiteindelijk best wel een beladen persconferentie, hè? Ja, nou, daar ging het heel kort over, inderdaad. Ik zou bijna vergeten dat er drie interlands voor de deur staan. Maar in dit geval is het wel logisch. Het is een discussie die veel mensen bezighoudt. En het gebeurt steeds vaker dat dat maatschappelijke onderwerpen ook bij het Nederlands elftal op de agenda terechtkomen. Of het over racisme gaat of over de mensenrechten in het land waar er gevoetbald gaat worden. Daarvan willen we ook weten hoe daarover gedacht wordt. En ze konden ook niet anders eigenlijk, en dan met name Frank de Boer als bondscoach, om daar nou eens een keer een statement over te maken. Maar de meeste aandacht gaat natuurlijk of we daar wel moeten spelen. En ik denk ook terecht dat die vragen gesteld zijn en worden. We weten allemaal wat daar is gebeurd en misschien nog steeds gaande is. En dat... Dat iedereen een mening over heeft, maar ik denk dat iedereen wel daar of iedereen wel weet dat het in ieder geval niet goed is. Daar zal iedereen het over eens zijn. Ja, wat vond je ervan dat Frank de Boer begon met een statement hierover? Nou, dat vond ik goed. Anders blijft dat maar erboven hangen, zeg maar. En iedereen zat eigenlijk te wachten op dit moment, volgens mij. En dan heb je dat gehad. Al zal het hier niet bij stoppen natuurlijk. Want het toernooi is nog ver weg. Nederland moet zich nog plaatsen. En we hebben nog bijna 2 jaar om ons hiermee bezig te houden. Maar nu is hij wel duidelijk waar zij staan. En het viel op dat ze nadrukkelijk, zowel hij, de Boer, als Wijnaldum, Amnesty International erbij haalden. En Human Rights Watch, dat zijn natuurlijk organisaties die dat allemaal onderzocht hebben. En die eigenlijk de voetbalbonden opgeroepen hebben om wel te gaan. En om dat podium dan te pakken daar in Qatar om dingen aan de kaak te stellen. En daar haakten ze gretig op in, zodat... Dat kunnen we dan verwachten en daar kunnen we ze ook aan houden. Ja, we waren wel allemaal van mening dat... We hebben ook met de KNVB gesproken. En ik hoorde Amnesty International ook van mening waren dat we toch naar daar moesten gaan. Naar Qatar mochten we ons kwalificeren om een grotere impact te hebben om het te kunnen veranderen. En ik denk dat je volgende vraag gaat zijn, hoe kan je dat doen? Maar ik denk wat de trainer net zei van... ik denk als je het met andere federaties een plan probeert te maken om het probleem aan te pakken, dat het beter is. En dat is nu nog heel moeilijk om te zeggen, omdat het nu nog aan het begin is van de kwalificatie. We moeten ons ook nog kwalificeren voor het WK. Maar in de loop naar een WK toe, dan kan je er wel over na gaan denken. Ja. En ik denk ook dan dat er wel wat meer gesproken is tussen de federaties zelf. En dan kom je met een plan. Ja, want het is ook best wel een moeilijk onderwerp voor hun natuurlijk om over te praten. Ze willen graag... iets laten weten, iets doen, maar volgens mij is dat best wel lastig, hè? Om een soort statement te maken of iets dergelijks. Hè? Ja, klopt. En het viel me ook op het woord samen, viel vaak. Hè? En dat Nederland wil optrekken ook met andere grote voetballanden. Dat maakt de stem ook luider en overtuigender. Dat snap ik ook wel. En de Boer verwees nog naar jaren geleden. Het is natuurlijk al heel lang bekend dat dit toernooi hier gaat plaatsvinden. De discussie is de laatste maanden heel heftig omhoog gekomen. Na dat artikel in The Guardian en wat politici die daarover begonnen. Nou, toen werd het een... Goed, de Boer verwees naar Michael van Praag, die namens de KNVB toen als een van de eerste, inderdaad, toen dat toernooi naar Qatar ging, zich daarover druk maakte en dat aan de kaak heeft gesteld. Nou, zo'n rol ziet de Boer dan nu ook wel, dat Nederland best voortrekker kan zijn in zo'n gezamenlijk kritisch zijn richting Qatar. Maar dat dat wel samen moet, dat kwam heel vaak terug. Ging het ook nog over voetbal op de persconferentie? Ja, op de valreep nog even. over de selectie in zijn algemeenheid en over de aanvoerder natuurlijk. Want dat, zeker na de opmerking van Jurgen Klopp in Engeland. Virgil van Dijk. Virgil van Dijk, heel goed. Na de opmerkingen van Klopp dat kansloos zou zijn. En dat ze hopen bij Liverpool dat hij het begin van het nieuwe seizoen gaat halen. Is dat een heel actueel item ook geworden. En de Boer gaf ook aan, hè, dat is logisch dat je dat als club zegt. Dat je geen druk bij zo'n speler wil leggen. Zelf hield het op kielen, hè, zoals hij dat uitdrukte. Maar je merkt aan alles dat ze er geen rekening mee houden. En als het mocht lukken, dat mooi meegenomen is. Maar ze schakelen natuurlijk wel verder ook in hoe ze dat gaan opvullen als dat niet, als hij er niet bij is. Nou is dat toevallig een van de best bezette zones van het hele elftal. Keuze te over, al is dat nu ook weer even niet het geval, omdat Steven de Vrij corona heeft opgelopen. Ja. Maar, en Nathan Ake is geblesseerd. Maar normaal gesproken zit je daar in het centrum goed. En lijkt me dat het minste hoofdpijndossier voor... Voor de Boer. De keuze ligt natuurlijk ook vooral bij hem. Maar
ik kan begrijpen dat de club daar helemaal geen druk op wil leggen. En wij zullen dat ook niet doen. De nationale discussie werd ook nog even aangezwengeld. Hè? Hoort Wout Weghorst wel van Oranje. Wat zei Frank de Boer daarover? Nou, dat hij het heel erg moeilijk heeft gehad met deze beslissing. Nou, dat vond ik ook wel oprecht overkomen. Dat hij hem heeft opgebeld om dat uit te leggen. Nou, dat had Weghorst ook al zelf aangegeven. En dat de kansen nog niet verkeken zijn. Nou ja, nou lijkt me dat wel een raar verhaal. Omdat, wat moet Weghorst nog meer doen? Hè? Dat hebben we al vaker mensen horen roepen. Maar dat is ook echt zo. En het is niet zo dat Luc de Jong nou als een dolle draait in Spanje. Ja, hij was zeker niet blij. Laat dat duidelijk zijn. En dat is ook normaal. Maar ja, hij ging in ieder geval gewoon op dezelfde manier door. Om het mij zo lastig mogelijk te maken. En, Hij klopt verschrikkelijk hard op de deur, laat dat duidelijk zijn. Maar, hij heeft hem al ingetrapt, denk ik. Nou ja, er zitten al een paar gaten in, denk ik. En nogmaals, het was verreweg mijn moeilijkste beslissing. Maar op dit moment kies ik voor andere spelers. Sommige spelers zijn iets meer multifunctioneel, bijvoorbeeld. En Luc en Wout zijn in principe een beetje dezelfde types in mijn ogen. Heel vaak komt Oranje ook niet meer samen. Nee, precies. Dit is echt wel een selectie die heel veel signalen, waarin heel veel signalen worden afgegeven. Al benadrukte de Boer wel dat lang niet alle tickets vergeven zijn. En dat is ook wel terecht dat hij dat zegt. Want er zijn behoorlijk wat jongens die weinig spelen bij hun clubs op dit moment. Hè. Kijk naar Donny van der Beek, bekendste voorbeeld bij Man United. Maar ook Ryan Babel bijvoorbeeld, die al weken op de bank zit bij zijn club in Turkije, bij Galatasaray. Bergwijn bij Spurs, dat zijn jongens die normaal gesproken, die zeker onder Koeman eigenlijk heel vaak in de basis hebben gestaan. Belangrijke kandidaten ook om mee te gaan naar het EK. Ja, als dat zo blijft de komende maanden, dan kunnen er nog zeker wel wijzigingen plaatsvinden. Ja, en we hebben nog Jong Oranje, waar ook heel wat jongens staan te trappelen om straks, als ze klaar zijn met die groepsfase en met het EK met Jong, Om hierbij aan te sluiten, Teun Koopmeiners voorop. Volgens mij benadrukte de Boer wel dat het echt gaat Weghorst of Luc de Jonge. Dat hij echt een keuze gaat maken tussen die twee spelers. Ja, maar wat dat betreft is er niks veranderd. Logisch? Vind ik wel, wat dat betreft is er niks veranderd. Omdat, dat deed Koeman ook altijd al. Ze willen één stormram, pinchhitter, breekijzer, noem het zoals je het noemen wil. En daarin kiezen ze dan de rest van de voorhoede. En dat heeft ook te maken met de manier waarop ze spelen. Dat zijn toch meer de dynamische spelers die de ruimtes induiken. Die je op meerdere posities ook voorin kunt neerzetten. De meeste gasten die nu in de selectie zitten, die kun je ook op links bijvoorbeeld neerzetten. Nou, dat zie ik met Luc de Jong of Wout Weghorst niet zo snel gebeuren. Dat zijn toch echt de diepe centrumspitsen. Dus dat vind ik logisch. Ik vind het wel terecht dat zij worden gezien als pinchhitters. Want Luc de Jong is de laatste tijd best wel vaak in de basis begonnen bij Nederlands elftal ook. Ja, nou dat was meer om te kijken hoe dat zou functioneren als je gaat spelen met echt een kapstok voorin. En Memphis dan vanaf links. Maar als je ziet hoe Memphis het tot nu toe gedaan heeft in Oranje de afgelopen jaren. En hoe die ook dit jaar gewoon de lijn weer doortrekt. Alsof hij nooit geblesseerd is geweest eigenlijk aan die knie. Er is er geen enkele reden om hem daar weg te halen. Dus dan kom je normaal gesproken weer uit bij hem in de spits. En één pinchhitter op de bank. Morgenavond speelt Oranje tegen Turkije. Ik hoorde Wijnaldum ook eigenlijk een beetje klagen over het schema. Hè? Ja, dan moet je gaan trainen wat eigenlijk niet kan. Omdat jongens op zondag hebben gespeeld. Jongens hebben een wedstrijd zaterdag gespeeld. En dan speel je op woensdag speel je weer een wedstrijd. Dus trainen is ook niet echt mogelijk. Dat maakt het wel moeilijker, maar door middel van analyses, de wedstrijden die we gespeeld hebben, proberen we het zo goed mogelijk te doen. En de tijd die we krijgen om te trainen, proberen we het ook zo goed mogelijk te doen. Maar ja, het is niet makkelijk. Het zou makkelijker zijn als we op donderdag zouden spelen, waardoor we nog een extra dag hadden om te trainen. Maar wij bepalen de planning niet. We moeten het gewoon mee doen. Dat is zo, het zit dicht op elkaar gepropt allemaal. En daar moeten ze mee leven. Het lullige is wel, en dat is vooral voor een bondscoach die kort nog bezig is met deze groep. Die wil gewoon inhoudelijk kunnen trainen. Ja, en dat is er heel weinig bij. De dag van verzamelen is het toch vaak een beetje lol maken, uitlopen en het lichaam weer even laten herstellen. En dan heb je één echt inhoudelijk tactische training om het strijdplan te gaan oefenen. En dan moet je aan de bak. En in dat ritme gaan ze door tot zover we kunnen kijken in de kalender zo'n beetje. Wat zijn voor Frank de Boer deze week de interessante posities om keuzes te maken?
Nou, er zijn er wel wat plekken waar zich of nieuwe mensen hebben aangediend. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de rechtsbackpositie waar Kenny Tete weer volop in beeld is. Sinds hij bij Fulham weer aan het voetballen is geslagen. Centraal achterin blijft het interessant natuurlijk hoe daar de afwezigheid van De Vrij en Ake en Van Dijk wordt opgevangen. Maar nog steeds is daar de spoel in, is daar prima eigenlijk. Hè. Als je daar Daley Blind en Matthijs de Ligt neerzet, dan heb je een uitstekend centrum staan volgens mij. Maar dan heb je als Blind daar gaat staan, heb je op linksback weer een interessante situatie. Patrick van Aanholt met al zijn ervaring in Engeland. Of Owen Wijndal, die een heel constant en goed seizoen draait. En het ook in Oranje na zijn shaky debuut ook prima heeft gedaan. De vleugels, dat is eigenlijk altijd de vraag hoe dat ingevuld gaat worden. Rechts heb je drie kandidaten. Daar valt voor alle drie wat te zeggen. Er valt ook voor alle drie wat te zeggen om het niet te doen. He, met Bergwijn, Berghuis en Stenks. Nou, links voorin is al jaren een duiventil. Daar heeft Koeman al heel veel spelers laten debuteren en ook weer laten afvloeien. Middenveld is Davy Klaassen natuurlijk alweer een tijdje terug erbij gekomen. Gravenberg is doorgebroken inmiddels. Dus als je het zo is best wel een ingewikkelde puzzel nog, als je het zo bekijkt. Er zijn in ieder geval nog wel. Het is niet zo dat die indruk werd net even gewekt bij de persconferentie dat De Boer zijn selectie voor het EK grotendeels al wel klaar heeft. Dat is absoluut niet het geval. Er zijn echt nog heel veel plekken om voor te strijden. Ja, gelukkig ben je geen bondscoach. Nee, het was ingewikkeld, anders was ik alsnog kaal geworden. Ja.